Joris Roy, je slaakt net een grote zucht. Hoe teleurstellend is deze avond? Zeer teleurstellend. Ik had me er... ja, hoe moet ik dat zeggen? Ik had nou maar een ander gevoel hier willen staan, zeg maar. Verliezen deze partij, de laatste minuut toch een dikke kans gemist op de 2-2. Ja, niet zo'n fijn gevoel. Vind je dat jullie terecht hebben verloren vandaag? Terecht niet. Ik denk, eerst zelf kom je natuurlijk 1-0 voor. En dan veel te snel komt die 1-1, dat is jammer, want eigenlijk moet je met 1-0 gewoon doordrukken naar 2-0. Dat lukt niet. Tweede helft goede intenties om naar buiten te gaan. Maar volgens mij 49e, 50e minuut, dan wordt het 1-2, dus moet je achter de feiten aan. Ik moet zeggen, tweede helft was misschien Fortuna iets meer in de duels en de tweede ballen wat ze hadden. Maar ja, het kon allebei de kant op. Hetzelfde gaat, valt die laatste minuut nog te rennen, wordt 2-2. Is het ook extra zuur om tegen je oude ploeg te verliezen? Ja, zeker. Sowieso zuur. Vorig jaar heb ik een keer gewonnen en gelijk gespeeld. Dat is niet verloren. En dit jaar eerste wedstrijd verlies ik. Dus het zit even niet mee. Dan kom je na dat in de kleedkamer. Wat voor sfeer hangt daar dan? Ja, wat voor sfeer? Kan je wel raden, denk ik. Geen leuke sfeer, kan ik je vertellen. Nee, jullie begonnen dit seizoen heel goed. Maar de laatste weken zitten jullie toch wel echt in een dipje. Hoe kun je dat verklaren? Dat is een goede vraag, kan je dat verklaren? We zitten sowieso in een dipje, ja, als je volgens mij 6 wedstrijden achter elkaar niet wint. We hebben begin van het seizoen heel veel punten gehaald, ook tegen moeilijke tegenstanders. Misschien een dipje, maar we moeten zorgen dat we gewoon met z'n allen even de kopjes bij elkaar komen en dat we zo snel mogelijk uit dat dipje komen, want we moeten toch vooruit. Ja, wat moet er nou gebeuren naar volgende week toe, Jong Utrecht uit? Wat moeten jullie nou aanpakken deze week om volgende week niet weer met zo'n zuur gevoel te staan? Dat is eigenlijk heel makkelijk, gewoon 3 punten pakken natuurlijk. Maar het is makkelijk gezegd dan gedaan. Ik denk elke wedstrijd begint met strijd. Dat hebben we vandaag ook geleverd, alleen helaas trok Fortuna het langste eind. Het is een voordeel dat je volgende week vrijdag weer kan spelen. Dus dan kan je weer vol voor de winst gaan en ik hoop dat we dan wel 3 punten pakken.